Wat ik wil weten is hoe de lichtsignalen die ons oog binnenkomen omgezet worden in signalen die door de hersenen begrepen kunnen worden. Er komt een bepaalde hoeveelheid informatie ons oog binnen. En maar 1% van de informatie die ons oog binnenkomt, wordt daadwerkelijk naar de hersenen doorgestuurd. Nou, ik ben geïnteresseerd in welke 1% dat is en wat er met die andere 99% gebeurt. Je moet je voorstellen, onze oogzenuw heeft ongeveer dezelfde capaciteit als de breedband internetverbinding thuis. Nou, het downloaden van een HD-movie kost heel wat tijd. Terwijl ons zicht is vele malen beter dan wat we dan met die HD-film hebben. En we doen dat moeiteloos. Dus er gebeurt iets heel erg slims. Er wordt op een hele slimme manier gecodeerd. Dat wil ik heel graag begrijpen hoe dat gebeurt. Nou, ik kan je vragen, waarom is dat belangrijk? Uiteindelijk is er natuurlijk ergens aan de horizon van, goh, we willen ook weer blinde mensen een functioneel netvlies geven. In de laatste jaren is gebleken dat die kennis die we in de afgelopen 30 jaar verzameld hebben, heel erg relevant blijkt voor een aantal oogziektes. En is nu gebaseerd op dat hele bouwwerk wat we hebben gemaakt van fundamentele kennis, zijn we nu ook wat klinisch relevante aspecten aan het bekijken. Ja. Ik denk dat het had alles kunnen zijn. Het is waar je mee aan aanraking komt in het begin van je carrière. Wat ik heel interessant vind is complexe problemen kwantitatief oplossen. Dat wil ik doen. En het netvlies, ja, daar ben ik ooit aan begonnen. En dat is nu het systeem.